Beste kijkers, de integratiepolitiek is voor Rotterdam voorbij. Dat is het resultaat van een avondje debatteren in debatcentrum Arminius. De integratie voorbij was het laatste debat ter afsluiting van een reeks debatten. Aanleiding was het rapport De Staat van Integratie, waaruit bleek dat het in Rotterdam en Amsterdam niet langer meer gaat om verschillen in etnische afkomst, maar om verschillen in mogelijkheden. Daar zit de uitdaging. Vanavond is wel gebleken dat heel veel mensen nog altijd willen praten over integratie, hun onbehagen willen uiten. Dus er valt nog een hele wereld te winnen. Maar als het aan mij ligt, is dit wel een van de laatste integratiedebatten hoor. Want ik ben het ook wel een beetje zat. Is dat ook omdat u niks nieuws hoort meer? Ja. Maar dat zogenaamde integratiebeleid in Nederland was eigenlijk altijd een beetje van ja, zorgen dat die nieuwe groepen een beetje in hun eigen clubje blijven, niet te veel overlast veroorzaken. En dan komt het goed. Dat was het zogenaamde integratiebeleid. Dus het is nooit echt ook van de overheid gekomen. Voor een deel zijn wij een nieuw hoofdstuk begonnen in de integratie. Ik denk dat de integratie nooit echt voorbij is. Dat merk je aan het debat vandaag. Dus iedereen had het nog steeds over de issues die ik 10 jaar geleden ook had gehoord. Maar ik denk dat we wel steeds meer gaan erkennen dat de migrant een nieuw gezicht heeft gekregen. En dat is een gezicht van de succes, de gezicht van de vooruitgang, het gezicht van de eigen kracht. En ik hoop dat dat blijvend is, dat nieuwe gezicht. Afsluitende debat werd geleid door oud-politica en Rotterdamse Nebahat Albayrak. Naima Tahir, Zini Özdil en Nadia Bouras lieten het achterste van hun tong zien. Ook de aanwezige Rotterdammers droegen hun steentje bij. Op een of andere manier kan ik niet mezelf zijn in dit land. Ik voel me niet oké in Nederland. Daar maak ik me echt zorgen om, dat zo'n probleem is. En dat is ergens ontstaan. Maar wat betekent het dan, de integratie voorbij zijn? Integratie voorbij betekent dat je dus niet meer praat over allochtonen, over migranten en over hoofddoekjes, handjes geven. Maar dat we dus echt praten over de sociale, economische positie van Rotterdammers. De zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid die mensen moeten nemen. En ook de eigen kracht die ze willen inzetten ten behoeve van hun eigen stad. Vindt u ook dat wij de integratie voorbij zijn? Ik vind zeker, als we kijken naar wat we bereikt hebben. We hebben een burgemeester van Marokkaanse afkomst, van moslims afkomst. Ja, dan denk ik, dan mag ik mijn zegeningen tellen. Ik ben blij. Naast een jarenlange debat over integratie, is er ook jarenlang een integratiebeleid geweest. Het integratiebeleid, ja, daar is de gemeente Rotterdam nu al ruim 50 jaar mee bezig. En met name gekoppeld aan de immigratie, hè, zoals Marokkanen, Turken, Spanjaarden voor die tijd. En nu hebben we ook nog die EU-arbeidsmigranten. Dus ik denk integratie in het algemeen kan nooit stoppen. Omdat ja, mensen komen in en gaan uit en dat blijft veranderen. Steden veranderen, de wereld verandert. En dat vraagt dat we dus daarover na moeten denken. En dat je dus een lijn uitstippelt wat steden nodig hebben. En hoe je dus samenhang brengt tussen de verschillende mensen. U bent voor afschaffing van het integratiebeleid. Waarom? Omdat integratie vooral gaat over de softe kant van de samenleving. Hoe leef je samen? Wie hoort erbij? Wie niet? Nou, dat vind ik inmiddels een gepasseerd station. Wat mij betreft is iedereen die hier woont en werkt en leeft Nederlander. Dus daar zijn we wel snel klaar mee. Maar dat neemt niet weg dat er wel een aantal sociale problemen zijn. En die moet de overheid oplossen. Zonder daarbij met etniciteiten bijvoorbeeld rekening te houden of culturen of wat dan ook. Als er bijvoorbeeld een probleem is met arbeid, dan moet de overheid ervoor zorgen dat er genoeg werk is voor iedereen. Dat hetzelfde geldt voor onderwijs. Dus er is zeker een rol voor de overheid. Maar een integratiebeleid aan zich, waarbij mensen in hokjes worden gestopt en allerlei etnische categorieën worden gecreëerd, dat hoeft voor mij niet meer. Nadia Bouras vindt dat in Nederland een obsessie is om problemen cultureel en etnisch te maken. Het gaat altijd over de cultuur van mensen. Het gaat altijd over hun achtergrond. En sociale problemen worden verklaard vanuit die achtergrond. Hè? Dus als iemand een probleem heeft of een probleem creëert, dan is dat omdat hij Turk is of omdat hij Marokkaan is. Of omdat die cultuur niet samengaat met de Nederlandse waarden. Dus we zijn altijd maar bezig met verklaring zoeken binnen die cultuur of binnen religie. Terwijl soms de oplossing gewoon ligt in het sociale domein. Wat mij betreft is iemand geïntegreerd als hij of zij met beide benen in Nederland staat en zich primair identificeert met Nederland. Dat kan met je erfgoed, dat kan met je religie, maar dat je primaire focus op Nederland is. Diversiteit is ook een kracht. Heel veel migranten dragen ook bij aan de ontwikkeling van de stad op allerlei manieren. En natuurlijk zijn er problemen en die moeten we niet onder de tafel schuiven, maar we moeten ook wel oog hebben voor de successen. Dus niet te veel nadruk leggen op de
negatieve kanten, op de zielige verhalen. Die zijn er, die erken ik. Maar er zijn ook gewoon steeds toenemende talenten. Die komen uit allochtone hoek en uit migrantenhoek. En we moeten dat veel meer erkennen en zien en daar iets mee doen. Wetenschapper Zini Özdil vindt het verontrustend dat 70% van de Turken en 68% van de Marokkanen zich niet Nederlands voelen. Hij zou willen zien dat jongeren de Nederlandse identiteit zouden opeisen. Als wij als zogenaamde allochtonen beginnen dat breed op te eisen, dus hand in hand met Turkse, Marokkaanse, autochtone, Antilliaanse, Surinaamse Nederlanders gaan zeggen, jongens, het is basta, wij zijn Nederlanders, we willen niet meer gediscrimineerd worden. En we gaan dat gewoon opeisen met z'n allen. Dan pas is de verandering. Of het nou participatiesamenleving is of de overheid, dat is allemaal irrelevant wat mij betreft. Wat is Nederlanderschap? Wie zijn wij? Wie zijn zij? Kijk naar de geschiedenis. Als je realiseert dat 48% van de Rotterdammers meerdere culturele achtergronden heeft, kun je echt afvragen wie integreert in wie. We zijn allemaal Rotterdammer en hebben allemaal ons steentje bij te dragen in die Rotterdamse samenleving. En doen dat ook. Ik zie zoveel prachtige initiatieven. Of het nou op zo'n meestraten zijn die dingen voor elkaar aan het doen zijn. Of het nou moskeeën zijn die huiswerkklassen begeleiden. Ik zie zoveel initiatieven in die samenleving. En ik wou graag positief afsluiten. Omdat ik hoop dat die kracht die er zit, dat we die ook met z'n allen nog weer beter weten te benutten. De overheid in een democratische staat weerspiegelt de wil van de bevolking. Je kunt wel zeggen, de overheid trekt zich terug. Ja, en dan? Ieder voor zich, wildwest samenleving. Ik vind dat niet kunnen. En ik hoop heel erg dat wij als overheid steeds beter leren om naast mensen te gaan staan. En wat minder de rol nemen dat wij dingen aan het uitrollen zijn en programma's aan het uitvoeren zijn. Mensen weten over het algemeen heel erg goed wat ze zelf kunnen bijdragen. Doen dat ook. Zijn ook vaak bereid een stapje extra te doen. En als wij ze dan een handje kunnen helpen, doen we dat graag. De integratie voorbij betekent niet dat alle problemen in de steden de wereld uit zijn. Maar wat moet er dan gebeuren? Nou, als we kijken naar Rotterdam, ook vooral naar aanleiding van de bezuinigingen, zien we dus dat er niet een allochtone of een autochtone probleem is, maar dat er sprake is van een trage stad en een snelle stad. En de trage stad, daar zie je dus de kwetsbaren, ongeacht de nationaliteit. Kijken we naar de snelle stad, dan zie je dus de intellectuelen. En we moeten dus vooral voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen die twee werelden. En de andere, en dat is ook vanavond gezegd, jeugdwerkloosheid onder migranten. Dat is bijna 40%, dat is onacceptabel. Zelfs de mensen op straat, willekeurige mensen die je ondervraagt, die willen het niet meer hebben over wanneer ben je een Nederlander en wanneer ben je het niet. Mensen willen gewoon werk en willen dat de overheid ervoor zorgt dat die banen gecreëerd worden. Dus dat lijkt me heel erg belangrijk, dat we het gaan hebben over onderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat schooluitval beperkt blijft, zeker onder allochtone jongeren? Hoe zorgen we ervoor dat mensen aan stages komen en aan het werk komen en aan het werk blijven? Dat zijn dingen waar de overheid heel actief in kan optreden, zonder dat het nogmaals gaat over die cultuur of over die religieuze achtergrond. Want dat is wat mij betreft de integratie voorbij.